Kan er stroom door een potlood lopen? Je weet vast dat je geen voorwerpen in een stopcontact mag steken. Maar geldt het ook voor potloden? Een potlood bestaat uit een binnenkant van grafiet, een soort koolstof. Daarmee schrijf je. Het hout aan de buitenkant is er om het potlood goed vast te kunnen houden. We sluiten het potlood aan op een spanningsbron die we opvoeren tot 30 volt. Wat denk je dat er gaat gebeuren? A. De stroom gaat door het hout lopen. B. De stroom gaat door het grafiet lopen. C. De stroom gaat door het hout en het grafiet lopen. D. Er gaat helemaal geen stroom lopen. Je sluit de klemmen aan op het hout en verhoogt de spanning tot ongeveer 30 volt. Je ziet niets gebeuren. Het hout geleidt de stroom niet. Nu sluit je de klemmen aan op de uiteinden van de grafietstift. De spanning verhoog je weer naar 30 volt. Wat zie je? Het potlood is in brand gevlogen omdat de grafietstift gloeiend heet was geworden. Het goede antwoord op de vraag was dus: B. De stroom gaat door het grafiet lopen. Je mag dus nooit een potlood in het stopcontact steken, want de grafietstift is een prima geleider.